Yo, Kees van Game met Max, welkom bij een nieuwe video, mensen. Vandaag zijn we weer eindelijk eens een keer op Open Kingdom, want de nieuwe update is uit, mensen. Ja, eindelijk, hij is uit, de 1.6 update op Open Kingdom. Dat betekent superveel nieuwe dingen en wat jullie natuurlijk al voor me zien. Crates, ja, mensen, je hebt nu ook crates op Open Kingdom, maar voordat we daar naartoe gaan, want ja, daarmee wou ik natuurlijk meteen beginnen naar die update. We zijn hier met Davepot. Hallo, Davepot. Hoi. Hij heeft ook van die crates geopend, dat deed ik nog niet, dus ik dacht dat is handig. Dan gaat ze weg met het paard, hop, weg. Dat is handig, dan kan hij mij helpen met wat erin zit, aangezien hij al weet wat het allemaal is en ik nog niet, aangezien ik er net pas ben. Dus in ieder geval, we gaan dus crates openen. Je hebt hier een Triton crate en je hebt hier een Empire crate en je kan ze kopen met zilver en dat kan je ook in-game verdienen. En je kan ze kopen op de shop.games.nl. En ik heb er ook een paar. In ieder geval, deze kosten 5000, deze kosten 2000. Deze zijn dus waarschijnlijk iets slechter dan die. Ik heb er van elk een paar. In ieder geval, met welk gaan we beginnen? Met de Triton. En mensen, zijn we weer. Ik moest hem even iets harder zetten op Teamspeak, maar we zijn er weer. In ieder geval, we gaan beginnen met die Triton Kratos. En ik wou nog even zeggen, 1.6 update op Open Kingdom. Kom allemaal kijken, maar als je een rank hebt, kan je gewoon Open Kingdom joinen als het goed is. Dus ja, maakt niet uit welk rank je hebt. Je kan ook nog een whitelist kopen apart. Kost niet zoveel. Je hoeft er maar één keer te kopen en dan kan je voor altijd op Open Kingdom. Dus het is niet zoals Mindtopia dat je elke maand moet betalen. Eén keer een whitelist kopen, je kan er voor altijd op. Dus dat is super tof. Ik ben natuurlijk, van ouds eigenlijk speel ik altijd Open Kingdom. En ja, Kingdom 2 deed het vroeger. Maar ja, sinds dat toen weg was, ben ik dus Mindtopia gaan spelen. Maar ja, eigenlijk speel ik dus al jaren Kingdom. En vind ik dit persoonlijk ook leuker als Mindtopia. Niet dat ik nou te veel haat krijg, maar ik vind altijd Kingdom leuk om te spelen. Want ja, dat is meer vechten en met groepen vechten. Dus ja, in ieder geval, je hebt vast wel een keer een oorlogvideo van mij gezien. En dan kan je het wel begrijpen waarom het best leuk is. In ieder geval, Mindtopia is ook tof, maar dit vind ik iets toffer. In ieder geval, wat ik nu ook super tof vind, die crates natuurlijk. En die 1.6 update, er is heel veel nieuws. Kom gewoon een keer joinen en dan zie je het vanzelf al. Want als ik dat allemaal vandaag moet gaan uitleggen in die crate video, dan zijn we al 10 minuten bezig met alleen het uitleggen van de update. Dus kom gewoon een keer online. En dan kan je vanzelf allemaal zien wat er nieuw is. In ieder geval, wat ik echt belangrijk vind, is die crates natuurlijk. En ja, het is genoeg geluld. Ik denk dat we maar gaan beginnen, of niet, Davepot? Haak dus een paar roepen, jongens. Kijk wat je krijgt. We gaan beginnen met de eerste Triton crate. Wat kan je er allemaal uitkrijgen? Weet je dat? Van alles. Influence tot zilver, tot boosters. Ergo effecten. Oké. Ik zie dat je ook een booster hebt, dus dat is ook bij die update. En met die booster die kan je dus inzetten en dan elke minuut krijg je zilver, of niet? Ja, elke 5 minuten dan krijg je 7 zilver nu. Ja, oké. Elke 5 minuten krijg je het aantal zilver wat de booster is. Dus nu keer 7 dingen. Nou oké, laten we maar beginnen met die eerste Triton crate. En hoppa. Wat? 96 diamond blocks? Oh, die is lekker. Dat is echt super goed. Ik weet niet hoe OP deze crates zijn, maar 96 diamond blocks, dan kan ik hoeveel prot 4 setjes kan ik daarvoor kopen? Zeker 3, 4, 5. Ja, dat is echt nice. Of je kan die blokken zo meteen verkopen bij mij daar. Ja, je kan ze daar verkopen, ja. Voor nieuw zilver, en dan kan je weer nieuw crates openen. Dat kan ook. Dus daar bij die huisjes kan je dingen verkopen en kopen met die mannetjes. Ja, zie je ze daar in die marktkraampjes staan ze in ieder geval. Nou oké, dat is een goed begin. Ik hoop niet dat ik alleen maar stacks met diamond blocks krijg, want dan zit mijn inventory daar vol. In ieder geval, we gaan door met de tweede crate. Nou, hoppa. Een Colosso crossbow heb ik gekregen. En nou, wat is dat? Is dat goed? Dat is een sterke bow, ja. Kijk maar eens welke enchants erop zit. Holy shit. Wat? Punch 3? Ja. No way, dit kan toch... Wat? Ik zweer het je mensen, ik gebruikte altijd Punch 2. En iemand opent nou ook na mij een crate en die krijgt een super slecht. Ik heb de goede eruit gepakt blijkbaar weer. In ieder geval een Colosso crossbow, dat kolossaal moet ik zeggen. Punch 3, what the fuck, dit is echt insane goed. In ieder geval, ik ga dit echt super goed kunnen gebruiken. Want ja, dan kunnen we lekker die mensen allemaal wegschieten naar de overkant van de wereld met deze dingen. In ieder geval, ik ben benieuwd wat die Empire crates gaan zijn. Want als dit al zo goed is, dan weet ik het zo meteen ook niet meer. Nou, laten we er nog een paar van deze doen. De volgende, zilver, 8000 zilver, holy shit. Oh, dat is ook gewoon echt een hoofdprijs aan zilver meteen. Ja, dus we krijgen gewoon 4 keer zoveel zilver als we zouden moeten betalen als we het met zilver kopen. Dus ik kan gewoon 4 meer van die crates kopen. Gaan allemaal mensen voor me springen. Nou, in ieder geval, ga even weg. In ieder geval,
ze weten niet dat ik het opnemen ben natuurlijk. In ieder geval, dat was derde, dat was zilver, dat is ook nice en ik kan een heleboel... Oh, ik kan ze nu ook met zilver kopen, zie je mensen? Nou, dat gaan we niet doen, we gaan even met de die je in de shop kan kopen. Dus je kan ze gewoon in de shop kopen, shoppen door David Games. Zilver, wie? Wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand, mensen? 5500 zilver, weer twee, ja, twee en een beetje. Dus ik kan weer twee en een halve van deze kopen. Ik weet niet of dit, is het normaal altijd zo goed of niet? Ik kreeg er straks ook uit deze twee keer zilver. Ja, dit is echt niet normaal. Nou, laten we er nog eentje doen van deze. En dan gaan we even naar die. En dan denk ik dat we even naar die andere gaan. Nou, komt die? No, what the fuck? Golden apples, oh. Holy shit, er zijn er echt veel. Is het normaal dat je zoveel krijgt? Om twee stacks denk ik tot je hebt. Ik heb vier stacks. Oh, dan heb je echt niet normaal veel gekregen. Holy shit. Ik begrijp het niet. Deze crates zijn al insane. En kijk wat we daar nog hebben. Die moeten 2,5 keer zo goed zijn. Oké, weet je wat? We gaan gewoon door naar deze crates. Die kijken we zo meteen nog wel. Want nu ben ik ook wel heel benieuwd wat hierin gaat zitten, mensen. Ja. Ik zweer het. Je komt naar Open Kingdom, naar Free Haven. Je ziet de course met mijn minimap rechtsboven. En dit is echt insane. Nou, let's go. 5000. Oké, we hebben profit. We hebben 250 zilver meer. Dat is niet slecht. Niet het beste, maar niet slecht. We hebben profit in ieder geval. We kunnen weer een nieuwe verkopen. En nou, nog 250 zilver open. Nou, niet slecht voor de eerste. Nou, in ieder geval, ik vond die tot nu toe nog beter. Maar er zal vast nog wel wat komen wat me overtuigt dat deze toch beter zijn. Nou, de volgende: Arrow Particle. Oeh, ik heb een Arrow Particle. Lightning Tipped Arrow. Oké, nice. Dat is op je boog. Als je dan een pijl schiet, dan gebeurt er wat. Maar komt er dan echt een lightning? Ja, volgens mij wel. Volgens mij is die normaal in de shop ook 15 tot 20 euro waard. Holy shit, die kost normaal zoveel? Ja. Wow, die zijn echt super goed. Holy shit, mensen. Nou, oké, hier krijg je dus wel echt zieke dingen uit, zoals die lightning. Daar krijg je meer in-game spullen, zoals dit en zo. Maar hier krijg je dus ook zieke lightning dingen, wat je in de shop moet kopen normaal. Oké, volgende. Let's go. Zilver, weer profit. Ik maak hier alleen maar profit. Hoe kan het, mensen? Hoe kan het? Alleen maar profit. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ja. Ik heb nu gewoon al 25.000. Oh my god. Dat is hoe irritant het is. Nou, ik ga even die Minecraft sound uitzetten, hoor. Ja. Ze gaan allemaal spammen met die arrows. Nou, in de oorlog kan het handig zijn voor de tegenstander, want dan worden ze geïrriteerd, denk ik. Nou, volgende. Let's go. You unlocked een Kingdom Booster. Ik heb een Kingdom Booster. En ja. Mensen, daar zijn we weer. Ja, er viel even iets uit. En ik heb dus in ieder geval een booster gekregen. Een Open Kingdom Booster. Een keer 1 booster. Dat is ook nice natuurlijk voor aan te zetten. Dan krijgen mensen natuurlijk meer zilver. En dat is nice. Niet het best. Is dat redelijk of is dat slecht? Weet je wat is? Als andere mensen al een booster aan hebben, het is maximaal maar keer 7 dus. Het is fijn, maar andere kingdoms hebben er ook profijt van. Oké, dat is waar. Eigenlijk moet je het aanzetten als je met je eigen kingdom online bent. Ja. Oké, dat was dus de hoeveelste was dat? De vierde, oké. Ik heb nog tot nu toe al best veel waarde hierin gekregen, maar niet echt iets, een wapen of zo. Wat ik zeg, yes. Ik wil echt een wapen hebben. Oké, dan gaan we nog eentje doen. Weer een booster, oké. Nou, die mensen zitten allemaal te spammen hier, dat is niet normaal. Ik kan ze helaas niet uitzetten, zoals in de lobby. Nou, nog een booster. Ja, redelijk, natuurlijk. Oké, dan gaan we er nog eentje openen. En wat krijgen we nu? Oh my god. Weer golden apples. Weer 4 stacks gold. Oké, ik heb genoeg golden apples voor het komende jaar, mensen. Ik heb gewoon 1 keer deze crates kopen, de mensen. En je hebt gewoon genoeg apples voor de komende maanden om te fighten. Nou, die mensen gaan wel een beetje eromheen lopen, want ze gaan allemaal erheen lopen. Nou, weet je wat? Dan openen we er nog eentje van deze en nog een paar van die. En dan gaan we denk ik bij de 50 likes gaan we nog een keertje crates openen. Want anders wordt het wel heel veel, want ik denk dat ik het niet allemaal kan meenemen anders. In ieder geval, we openen nog eentje van deze. De allerlaatste. Let's go. 128 diamond blocks. Let's go. Weer 2 stacks met diamond blocks. Dit is echt ziek, mensen. Oh my god. Ik kan hier zoveel sets van kopen en weet ik het allemaal. Ik zal de golden apples even openen in mijn inventory. Oké, dan hebben we er nog 6 voor de andere keer over. En dan openen we hier ook nog 2 van. 50 likes, mensen. Als we de 50 likes halen, gooien we meteen weer een openingetje online. Dus druk even die duimpje omhoog in. En iemand anders is hier ook aan het openen. Nou,
Zijn wij niet aan de beurt? Ja. Snel openen. Ik heb goldblocks. Oeh, goldblocks. Daar kan je goldnappers natuurlijk ook van maken. Dus dat is niet slecht. Kan je die ook verkopen? Ja, hè? Ja, kun je ook verkopen. Ja, dat is ook wel nice. Goldblocks. Dit is echt ziek hoeveel ik heb. Oké. En de laatste. De allerlaatste voor in de aflevering. En vergeet niet, 50 likes. Wat? Oh, colossal helmet. Die is ook wel oké om eruit te krijgen. Een protectie 4. Fire protectie 4. Een projectie 5. Wat? Dus je kan amper doodgaan met dit. Ja, is het één na beste gear wat je uit de creatie kan krijgen. Het één na beste gear. Ja. Oh, dus er is nog beter. Ja, dat met solvent en mending erbij, Joop. Wat? Oké, dan hoop ik dat we die de volgende keer krijgen. In ieder geval, dit is ook super goed in ieder geval, mensen. Dit is echt insane goed wat we nu hebben gekregen. Een kolosse. En dan ook nog uit deze crates, mensen. Ik vond toch dat deze iets beter waren als die. Ik weet niet of ik had meer gelukt natuurlijk. Maar deze zijn ook nog eens goedkoper. En hier heb ik ook nog super veel zilver uit gekregen. Daar kreeg ik natuurlijk, ja, wel een beetje de duurdere dingen. Wat ook duur is in de shop, die pijlen en zo. En de boosters natuurlijk. Maar ik vond, deze zijn echt goed voor in-game spullen, vind ik zelf. In ieder geval, ja, vond je een toffe video? Wil je meer Open Kingdom video's? Wat zeg ik nou? Fietsen? Zeg ik nou echt fietsen? Video's? Ik wou fit zijn, zeg maar. Wil je meer Open Kingdom video's? Ja, laat natuurlijk een duimpje omhoog achter. Bij de 50 likes gaan we weer een crate opening doen. Want ik vind dit echt tof. Ik heb zin om Open Kingdom te spelen. Kom gewoon online. Check het uit, mensen. In ieder geval, ja. Ik denk dat dit de video was. Ik denk dat ik zo... Ja, ik denk dat ik niet zo meteen terug ga reizen. Want als ik buiten Free Haven kom, dan word ik denk meteen neergehakt. En ik heb ook geen gear aan. Dus ik denk dat ik even ga wachten tot het 12 uur is en dat ik veilig terug kan lopen. Want anders ben ik denk... Ja, ik kan natuurlijk in mijn energy stoppen. Dat ben ik helemaal vergeten. Energy heb je net dat ik ook staan. Dus ja, natuurlijk kan ik dat daarin stoppen. Dus dat kan ik ook doen. In ieder geval, ja mensen, ik vond het dus echt super goede crates. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Of jullie betere spullen hebben gehad. Laat eens even achter in de reactie of jullie iets beters hebben gehad. En heb jij iets beters gehad al? Nee, nog niet. Nee, dat dacht ik al. In ieder geval, we hebben nog genoeg crates voor de volgende aflevering. Dus ja, laat een like achter, 50 likes. En we gaan het gewoon nog een keertje doen. We hebben er nog 6 van deze plus. Ja, we kunnen nog 12 normale openen. Plus nog 6 van deze. En we kunnen nog... Ja, nee, dat is hetzelfde met die. Dan moeten we even kijken wat we gaan openen. We hebben in ieder geval nog 12 te openen. Plus een paar. Dus in ieder geval, laat een like achter. Vergeet zeker niet te abonneren voor meer Open Kingdom videos. En ja, like als jullie er weer zin in hebben. In ieder geval, 1.6 update uit. Check het uit. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!